Dames en heren, eten verbindt. Dit is de gedachte achter de bevrijdingsmaaltijd. Ik zie generaties elkaar ontmoeten aan de eettafel en tijdens het eten in gesprek kunnen gaan over de vrijheid. Verbinding, verhalen delen en de vrijheid vieren. Verschillende generaties ontmoeten elkaar aan de eettafel tijdens het bevrijdingsdiner in het kader van de 15 augustus herdenking bij Hotel Den Helder. De belangrijkste boodschap is dat de verhalen worden overgedragen op andere generaties. Nou, we mogen niet vergeten. En het zou zo zonde zijn als de generaties, zoals jij, zo jong als jij bent, het zakje helemaal vergeet dat er ooit een andere tijd is geweest. En vrijheid, nou, net Frank Boon heeft het al gezegd, hè, vrijheid is gewoon relatief. Dus we moeten ook altijd blijven knokken voor die vrijheid te behouden. Dus als je dus dit blijft herinneren, dan weet je gewoon dat vrijheid heel belangrijk is. Ik begreep als jonge jongen niet wat er gebeurde. Later realiseerde ik mij dat op dat moment de bevrijding was voor onze bevrijding. Ik vind echt, 15 augustus is de dag dat het hele Koninkrijk der Nederlanden is bevrijd. En ik vind eigenlijk dat dat de datum moet zijn die we allemaal moeten herdenken. En alle schoolkinderen moeten dit weten. En daarom was het zo leuk dat ik aan tafel zat met Thijs, een lastdrager. Een geweldig leuke jongeman die dit helemaal draagt, dit verhaal. En die dit ook verder wil brengen. En hij is pas 12 of 13 jaar. Geweldig. Want dat is nog wel een ding. Het lijkt wel of het steeds minder vaak wordt overgedragen. Dat jongere generaties er niet echt meer van afweten. En hoe kunnen we er dan eigenlijk voor zorgen dat zij dan toch dit blijven weten? Ik denk toch dat dit ook een taak is voor leerkrachten op school. Dus dat ook vanuit de gemeente wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk 4, 5 mei zijn. Maar ook 15 augustus. En er is een hele grote gemeenschap in Den Helder met Indische roots. De archipel waar iedereen het hier vandaag over heeft. Ja, en het is zeker belangrijk dat zij ook gehoord worden. En dat deze generatie, zeg maar ook mijn generatie, en maar aan de jongeren vertelt. En die moeten het ook weer doorvertellen wat er is gebeurd in Indonesië. Want anders raakt dat kwijt. En dat mag niet kwijtraken. Iedereen moet weten wat daar gebeurd is. Nadat de bom was gevallen op Nagasaki. En er zijn hier zelfs mensen die Nagasaki hebben overleefd. Heeft u er zelf mee te maken gehad in de familie? Dat ja. Het niet werd doorgegeven? Het werd niet doorgegeven, nee. Bij ons was het silent. Je voelde wel de druk op 4 en 5 mei heel erg. Dan was het gewoon herdenken en een moeder in diepe rouw. En ze kon dat gewoon niet uiten. En toen het monument werd geopend in Den Haag, en dat was pas in 1980, ging ik daar naartoe als jonge vrouw met mijn moeder. En dan stond ze voor dat monument en dan aaide ze over die beelden die daar zijn. Ja, en dan moet ik huilen. Ja. Dat was heel erg. Ja, omdat het voor haar eindelijk het punt was dat het... Ze had een plek waar ze gehoord werd. Eindelijk 15 augustus werd vanaf die dag gedaan. En ieder jaar ging zij daar naartoe om te gedenken. Ja. Dat lijkt me heel bijzonder. Ja. En ook daarom des te meer de reden dat we dit blijven doen. Ja, we moeten dit blijven doen. En ik geef het wel door aan jonge mensen die willen luisteren. En medemensen hier, mensen achter mij, die geven het ook wel door. Maar ja, praten is wel een ding. Ja. Het is heel moeilijk. Maar ik ben blij dat ik een luisteraar heb in u.